Dames en heren, het is vandaag donderdag 7 december. We hebben Isolde Lazoen te gast en Jelle de Beulen is onze sidekick van vandaag. En dit is onze huisband Floris en de Flames. Dames en heren, van harte welkom in de ideale wereld. Mocht ik kunnen fluiten, ik had het gedaan. Ik ben onder de indruk. Ah, wel, voilà. Ik ben danig onder de indruk van de huisband van vandaag, Floris en de Flames. Ik hoop, zijn jullie zelf ook onder de indruk? Ja. Jij bent ook Floris dan, hè? Ja. Nee, Charles eigenlijk, hè? Ja. Leuk. Leuk ook je viool. Had je het herkend? Ah, ik dacht gewoon een motterklein gitaartje. Nee, echt... drukwekkend. Nee, we krijgen meestal... We hebben heel veel bands. We hebben elke dag een andere band eigenlijk. En doorgaans, zoals het hoort bij bands, zijn dat kansloze jongeren of ouderen. En bij jullie ziet het er zelfs nog naar uit dat jullie iets anders kunnen ook. Of ja, ze hebben nog gezonde nieren. Ook, hoe oud zijn jullie ongeveer, Floris? 24 en... 23. Ah ja, oké. Okay. En... Ja. En jonger. 24, 19. 6 en 8. Ja. Nee, maar hebben jullie al vaak opgetreden, of niet? Nee, dat is vrij recent. Amai. En hoe voelt dit? Goed, fijn. Ja? Echt super om hier te zijn. Ja, speciaal terug uit Wenen gekomen om, hier aan deel te nemen. Ja. Ik uit Halle en ik maak daar ook zo geen spel van. Oh, jongens. Dat is echt, de minuut bekend dan al een dikke nek. Jongens, zo uit Wenen gekomen. Ja, ja. Woon je in Wenen? Ja, ik studeer daar. Allee, en wat studeer je? Okay. Ik kan kunstje studeren, ja. Ah, je wordt een echte violist. Ja. Nee, maar want ik ben echt onder de indruk van jullie muzikaliteit. Dat is, wij zien dat nooit, mensen met talent. Ik zie dat ook heel weinig. Dat is gewoon zo. Enfin, ik ben het kapot aan het maken. Ik ben blij dat jullie hier zijn. Jullie zijn onze huisband van vandaag. Jelle, je bent mijn huissidekick van vandaag. En we hebben ook een centrale gast. Iemand die ook virtuoos muzikant is. Maar godzijdank niet Ros. Dames en heren, Isolde Lazoen! Ze nemen wel hun tijd, hè? Vind je dat niet? Dat is goed, ze hebben gelijk. Ja, maar nee, in het contract staat 17 seconden. En we zijn erover gegaan. Trek mij dat ook nooit aan. Is het bij jou ook zo? Als ik de kans krijg. Ja, echt? Zeg, een beetje respect voor ons kunnen ook. Hè? Voor muzikanten? Nooit! Nee, jawel. Maar zijn ze goed? Ja. Okay. Tof. Allee. Blijven zitten nu en stil zijn. Ik ben heel blij dat jij er bent, Isolde. Ik ook. Ja. We gaan ervoor zorgen, dames en heren. Heel fijn dat jullie keken. Maar jullie waren fantastisch, hè? Floris en de Flames. Een band waar we nog veel gaan van horen. Mogelijk ook in het voorprogramma van Isolde in Sint-Niklaas. Jullie zijn nog heel jong. Jullie mogen misschien niet binnen in het casino. Maar wil je zelf net als Floris en zijn Flames eens onze huisband zijn? Dat kan. Dan moet je gewoon mailen naar huisband@deidealewereld.be. En de rest gaat vanzelf. Volgende week dan zijn we er terug. En dan zit hier Mia Doornhuit en Jan Paternoster. Ik zie nu niet meteen wie van de twee is. Maar dan zien we dan wel weer, dames en heren. Als jullie dan kijken, dan zetten we zo een geweldige stap richting Ideale Wereld.